Het Radboud UMC heeft een primeur op het gebied van longkankerbehandeling. Een robot kan de ziekte al in een zeer vroeg stadium opsporen. Het Radboud UMC zet als eerste ziekenhuis in de Europese Unie een robot in om een van de meest voorkomende en dodelijke vormen van kanker te behandelen: longkanker. Met deze robotgestuurde navigatiebronchoscopie kunnen artsen kleine afwijkingen diep in de longen opsporen en behandelen. Deze nieuwe techniek, die vanaf 1 januari 2024 in het basispakket zit van de zorgverzekering, belooft meer precisie dan bij het afnemen van longweefsel. Meer hierover is te lezen op onze website rn7.nl. De Bongerd in de Waalsprong in Nijmegen wordt een plek voor iedereen. Om te wonen in het nieuwbouwcomplex realiseert Portaal 67 woningen in 2024. Hiervan zullen 30 woningen beschikbaar komen voor bijzondere doelgroepen, waarvan zo'n 23 voor cliënten van de zorgorganisatie Onder de Bomen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie van het Rijk beschikbaar gekregen van 2,5 ton. Onder de Bomen, gemeente Nijmegen en Portaal hebben de afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst getekend voor dit bijzondere gemengd wonen project. Binnenkort is de Mini 7 Heuvelenloop, speciaal voor kinderen van verschillende leeftijden. Om ze klaar te stomen voor dit evenement is er een clinic georganiseerd met Olympisch atleet Mike Foppe. Hij geeft ze een aantal tips en tricks om over een aantal weken goed van start te gaan. We geven vandaag een clinic aan kinderen die mee gaan doen aan de Mini 7 Heuvelenloop. En eigenlijk willen we gewoon dat de kinderen lekker sportief bezig zijn. Een beetje gevoel krijgen voor het lopen alvast. Een beetje aankomen met atletiek en met atletiekbaan. En daar gewoon heel veel plezier aan beleven. Voor Mike Foppe is het belangrijk dat kinderen bezig zijn met bewegen. Hij was als kind ook al op deze atletiekbaan te vinden en hoopt zijn enthousiasme door te geven. Ja, zeker nu je steeds meer ziet dat kinderen toch op een telefoon of binnen zitten. Ja, je hoort het is een beetje een cliché dat je natuurlijk vaak hoort nu dat ik op jongere leeftijd op lekker buiten aan het spelen was. Maar het is wel echt een beetje zo. Het is wel lekker om de kinderen gewoon sportief bezig te krijgen. En ik ben ook hier bij de atletiekbaan begonnen op mijn 6e of op mijn 7e. Dus om dan zelf wat terug te doen en kinderen een beetje te inspireren om ook aan het hardlopen en atletiek te gaan. Dat is wel mooi om te doen. Om de kinderen goed voor te bereiden voor de Mini 7 Heuvelenloop heeft Mike wat leuke oefeningen voor ze bedacht. Ja, je kan met de jonge kinderen natuurlijk nog niet te veel lopen. Dus het is vooral een stukje plezier en denk een aantal oefeningen en spelletjes doen om toch lekker actief bezig te zijn en veel te lopen zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. Dus stiekem zijn ze toch best wel goed aan het trainen, maar we gaan ze ook niet 50 rondjes op de baan in laten rennen natuurlijk. Dus zometeen nog een leuke estafette en dan hebben ze wel een leuke dag gehad, denk ik. Na afloop is het natuurlijk tijd om vragen te stellen en een foto te scoren met Mike. Ik denk dat we daarmee afsluiten, dat ze een aantal vragen mogen stellen. Maar ik denk net een stukje loopscholing, wat aan de techniek te werken. Dus ik denk dat ze daar al wel wat mee kunnen. Ja. Er zit een paar talentjes tussen, denk ik. Ik denk dat ze zijn allemaal heel erg actief, dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Woensdagavond was op SBS6 de eerste aflevering te zien van het nieuwe seizoen van Klein maar Fijn. Een programma waarin miniatuurbouwers het tegen elkaar opnemen in de strijd naar de hoofdprijs van 10.000 euro. Een van de kandidaten in het nieuwe seizoen is Jenna Harding uit Valburg. Hoe is het om aan dit programma mee te doen en wat kunnen we nog van haar verwachten? Klein maar Fijn, dat is een programma waar miniatuurbouwers eigenlijk in competitie gaan strijden tegen elkaar wie de beste miniatuurbouwer wordt van Nederland. In een nieuw seizoen van Klein maar Fijn trekken 8 fanatieke miniatuurbouwers door heel Nederland in de strijd om de titel Beste Miniatuurbouwer van Nederland. Superspannend en ook echt heel, heel erg leuk. Ik heb gewoon zo erg genoten. Echt wel verrast dat ik hiervoor gevraagd ben. Ja, de uitdagingen, dat is natuurlijk echt die tijdsdruk. Het is zo kort en je moet zoveel doen. En ja, dat is echt wel het allermoeilijkste. Je kan je ook helemaal niet goed voorbereiden, want ja, je weet natuurlijk niks. Dus je krijgt de opdracht en het is meteen aan de bak en gelijk starten. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet gewend. Hoewel Jenna dus heel goed is in miniatuurbouwen, is ze eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig met deze hobby. Eigenlijk pas heel erg kort. Ik denk misschien een jaartje, 2 jaartjes. Ja, maar wel af en aan, dus eigenlijk pas heel kort. Ja, vooral dat je je creativiteit erin kwijt kan. En je kan eigenlijk gewoon creëren of maken wat je maar wil. Ja, het kan zo gek zijn als je wil. Ja, dat is het leukste eraan. Op dit moment is Jenna bezig met een nieuw project waar ze heel enthousiast over is. Dat staat hier ook aan de zijkant in de kast. Het is een kleine setting
een beetje tuinschuurtje idee. En dan ga ik helemaal omtoveren met eigenlijk allemaal groen. Een soort van pergola komt er nog omheen. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk om daar nu aan te werken. Jenna volgt het programma al sinds het eerste seizoen. Ze was daarna zo enthousiast dat ze zich gelijk heeft aangemeld. Ik heb eerst het programma gewoon op televisie gezien, volgens mij in seizoen 1 al. Toen was ik heel erg bezig met kleine bedeltjes maken. Ik was ook bezig om eigenlijk via digitaal gewoon een karakter te ontwerpen en die te printen. Dus ik zat wel een heel klein beetje in, ja, in dat bouwen. Maar nou, ik zag het programma en dacht ik, oh, dat is hartstikke leuk. Ik ga me gewoon opgeven. En ja, opeens een paar jaar later werd ik opeens benaderd van, nou, ik vind dat nog steeds leuk om hieraan deel te nemen. De winnaar gaat met een leuk bedrag naar huis en Jenna weet al waar ze dat geld aan wil uitgeven. Ja, we gaan natuurlijk eerst ook wat spenderen aan hobbymaterialen, want ja, dat is gewoon heel erg prijzig. En ja, als er wat van overblijft, dan nou, misschien wel een leuke vakantie. Weet je al waarheen? Nou, Mexico of Indonesië of zo. Ja, dat staat wel op het lijstje. Beuningen heeft geen centraal horecagebied, bijvoorbeeld in de vorm van een levendig plein waar inwoners aangenaam kunnen vertoeven. De horeca in Beuningen is verspreid over het gehele centrum. Dat constateert onderzoeksbureau DTNP dat een opdracht van de gemeente het detailhandel en centrumgebied heeft onderzocht. Aan de hand van een plan van aanpak voor het Beuningse centrum zou de verblijfskwaliteit kunnen verbeteren. Het onderzoeksbureau denkt daarbij onder meer aan verdere vergroening van het winkelcentrum. Men wil ook aandacht voor de toename van de afhaal- en bezorghoreca, die enigszins voor overlast zorgt. In Overbetuwe worden inwoners zo'n 2 jaar ouder dan het Nederlands gemiddelde. De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte in gemeenten tot 50.000 inwoners bedraagt in Nederland 81,3 jaar. In de gemeente Overbetuwe is dat bijna 2 jaar meer, namelijk 83 jaar. Dat staat in het plan van aanpak over de gezondheid in Overbetuwe onder verantwoording van wethouder Chantal Teunissen. Dit plan is onlangs toegestuurd naar de gemeenteraad. Het gaat onder meer om vele concrete projecten en activiteiten om de gezondheid te bevorderen. Met name door middel van sporten en bewegen. NEC was 40 jaar geleden een bescheiden club in de eerste divisie. Maar de Nijmegenaren mochten als verliezend bekerfinalist wel Europees voetbal spelen. En toen kwam de droomloting. Barcelona kwam naar de Goffert. En binnen de kortste keren stond NEC met 2-0 voor. Anton Jansen heeft de kans om na 5 minuten nek al op 1-0 te brengen. Lommerts, 2-0. Ja, dat gigantisch vol zat dit stadion hier. Tot een nok vol. Mensen in, zelfs in de lichtmasten. Als je dan ziet 1-0 voor, 2-0 voor. Ja, dat is gewoon, was met geen pen te beschrijven. Ik denk dat niemand dat ook verwacht had. Een geweldige stunt leek in de maak. Maar Barcelona kwam terug tot 2-1. En toen kwam het moment van Erik van Rossum. Deze bal, Erik van Rossum. Terugspelbal. Dan dit ongelofelijke moment voor Erik van Rossum. Ik denk, ja, ik neem een slijding. Alleen, ik duurde heel lang tot Wim Verkuijken hem eigenlijk zou pakken, dacht ik. Maar ja, die wilde hem over de lat heen tikken. En die tikte hem eigenlijk onder de lat. Dus ja, dat was voor mij niet zo, zo'n leuke ervaring. Daar word je nog heel vaak aan herinnerd, hè? Ja, nou, niet overdreven, maar ik denk wel 10 keer per jaar nog, al 40 jaar lang. Uiteindelijk verloor NEC met 3-2, maar 19 oktober 1983 is en blijft een historische datum voor de club. Ja, normaal maakt iemand dat mee misschien na een paar jaar. En ik, na geloof ik 3-4 weken maakte ik het mee. Ja, dat was, was mijn jongensdroom. Iets fantastisch, iets unieks ook. Ik denk dat het is een hele tijd geleden, maar ze spreken er nu nog over. Dan werpen we even een blik op de sociale media. Studentenmagazine Fox meldt op Instagram dat zo'n 30 studenten van actiegroep Nijmegen voor Palestine woensdagmiddag hebben gedemonstreerd op het Erasmusplein. De demonstratie was tegen wat zij noemend de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Hun eis was dat de universiteit alle banden met Israël zou verbreken. Het CDA in de gemeente West Maas en Waal meldt dat Evert-Jan Slootweg de nieuwe wethouder van Financiën zal worden in de gemeente. Hiermee volgt hij Frans van Gelder op, die eerder moest terugtreden wegens gezondheidsproblemen. Slootweg wordt gezien als grote aanwinst voor West Maas en Waal, vanwege onder meer zijn landelijke financiële ervaring en zijn grote netwerk in Den Haag. En de gemeente Druten krijgt dit weekend een hip en tip. Dat staat voor een historisch en toeristisch informatiepunt. Dit zal worden gevestigd in het Bondsgebouw en wordt deze vrijdagmiddag geopend. Er zijn onder meer bijzondere exposities te vinden, zoals één over de steenfabrikage historie.
Vandaag hebben we het helaas niet droog gehouden, maar in verhouding met morgen is dit nog niets. De vrijdag belooft een kletsnatte dag te worden en dat begint al vroeg in de ochtend. Een eerste regengebied trekt dan vanuit het zuiden over het land. Er zijn maar weinig droge periodes en uiteindelijk valt er morgen zo'n 20 tot 30 mm regen. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Het weekend verloopt vervolgens wat wisselvallig. Op zaterdag valt er vooral in de tweede helft van de dag wat regen en op zondag zal de regen zich veelal tot de ochtend beperken. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien en het wordt daarbij zo'n 15 à 16 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van donderdag 19 oktober. Nu op RN7 kun je kijken naar programma De Streek In en het laatste nieuws vind je doorlopend op onze website rn7.nl. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.